Hoe durf je Ignatz aan te vallen? Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fire Emblem Three Houses. Ja, ik heb het nog niet zo vaak gespeeld, dus ik moet eventjes de titel onthouden. Ik kan alleen maar battelen vandaag, ik kan niet exploren, dat vind ik wel jammer, maar laten we dat maar gaan doen. En dit ging om die bende of zo die in de buurt waren? Die bandits, ja. Oké. Dit zijn allemaal lichtjes. Spirits. Nee, ik hoef niet online. Die dan, hè? Auxiliary. Practice battle, moet dat? Ja, dat is wat je nu niet hebt. Oh, dit is nog niet de bandit battle, dan zeg maar. Nee, dat is meestal aan het einde van de maand. Ah, oké. Wacht, weet je dat een maand dat het bandits zijn en doe je een maand wachten voordat je de bandits gaat bevechten? Het is net Voldemort die het altijd tot het eind van het schooljaar wacht om... Ja, dat is inderdaad wel heel Battalions are deployed in battle, so students can learn how to take command. Okay. Oh, that concept may be new to a loner mercenary like you, hey Teach? You want me to explain the basics? Doe je. When hiring a battalion, start by deciding who will lead them. What the fuck is dit dan? Pay attention to the battalion type. One may be made up of armed soldiers, while another is all mages. As for who should lead which battalion, well, be sure to Oh, je krijgt dan een aantal extra mensen of zo? Niet op je veld, maar... Tijdens de battle. Of niet? Ja, je kan zeg maar, dat staat daar ook gambits uit. Jij moet me maar gewoon uitleggen wat ik moet doen. Oh, iedereen doet mee? Ja. Oké. Okay. Oké, dus ik heb Geralt's Mercenaries. Ja. En Cloud heeft Church of Sirius Soldiers. En zij heeft Sirius Mercenaries. Ja, en dit vind ik over het algemeen niet zo heel interessant. Oké. Okay. Als je teruggaat naar de abilities. Dit is net wat je hebt gezien toen ze die paar kregen, zeg maar. Dat zijn deze dingen. Ja. En als je bijvoorbeeld op jou klikt. Kan je ze allemaal toevoegen? Ja. En als je op. Oh, hij is al geëquipped. Ja, dit staat al in jouw lijst. Maar stel je het andere, dan kan Oké. En als je op X drukt, en dan staat er wat ze doen, zeg maar. Oké. Okay. Oké. Okay. En... Er stond net iets van adds two plus two gambits ofzo. Oh. Die, hè? Wanneer die omgekeerd. Nou, ja. En gambits kan je doen. Gaat er dus gewoon een hele groep mensen, die battalions, gaan attacken, zeg maar. Oké. Okay. En stel je staat naast iemand, dan vergroot je die en vergroot je die kans die mensen te raken, zeg maar. Ik moet het gewoon zien, denk ik. Dus ik hoef verder niks meer aan te passen. Die gast die magic kan, die kan nu gewoon magic, of? Ja, ik zou even naar items gaan en dan kun je... Oh ja. Oh, die, dat blijft. Huh? Ja, ik bedoel, in de vorige battle hebben ze natuurlijk. Dus dat blijft ook zo, zeg maar. Ja, daarom moet je ook nieuwe dingen kopen. Maar jij hebt dus nog een Iron Sword. Ja. Op een gegeven moment, als tijdens het gevecht dat Iron Sword als je nu gebruikt kapot gaat, dan zegt hij dat ook. Ja. Dan kan je hem nog wel gebruiken, maar er is dit wel minder goed. Maar je kan hem tijdens de battle ook veranderen in de andere die je. Oké. Okay. Oké. Okay. En ga eens naar die lobby. Oh, staat er nou nog niet bij. Ik zag hier, zij heeft wel magic. Of niet? Ja, ja, en die daaronder volgens mij ook. Ja. Ja. Dus die twee kunnen wel magic doen. Ja. Okay. Ik denk dat ze die dan ook kunnen doen. Oké. Okay. Maar beginnen? All of your units fill. Oh ja, dan ben ik pas af. Oké. Okay. Zoveel mensen. Oké. Okay.
Wat is slim. In de bosjes gaan staan? Ja. I stand ready. Stay focused. Ready anytime. Okay. Let's get to it. I got this. Yeah. Heel snel door al je people zijn ze. Ready and willing. Who, me? Leave it to me. Bijna level 5. Hoe durf je Ignatz aan te vallen? Nu kan ik best hun wel allemaal gewoon attacken, toch? Ja. Kill ik hem in één keer? Ja. Each battle a chance to grow. Level 5. Kijk. We must all do our part. Skill level up. It seems I've exhausted this topic. Okay. Wacht, hoe kan ik dat best doen? Ik kan zij van afstand? Met magic, zo? Magic is wel sterk hoor. Als ik nu met zij doe ik wel prikken. Nee, dat gaan we niet doen. Ook niet. Mis. Twee mis. Drie missen. Nou, dat was handig. Nou, hier kan ik niet aan hoe dat gaat. Wow. Nee, dat snap ik. Nee. Magnificent. Lekker Lorenz. Oh, dat kan helemaal niet. Oh, wacht. Oh, dat kan nu niet meer. Volgens mij kon ik alsnog wel attacken. Kan ik hem? Nee, dan kan ik het best wel even met. Als ik hier ga staan, kan ik dan nog attacken, denk je? Ja, maar als ik dit doe, zeg maar, dan kan ik niet meer terug. Oh ja. Oh, maar ik attack niet degene die ik wil. Thank you.
Nou, gaan we dat toch wel doen. You were outmatched. Haha. Maar ik kan toch hier naartoe lopen en dan daar schieten. You lost to me? Hey, level 2 voor Hilda. I'm still a delicate. Oh. Lekker, Leonie. Lekker. Oké. Sorry. Don't know my own strength. Ja, what the fuck? En Wolverine. Nee, dat wil ik niet. Wacht. Wacht, ik kan met hem gewoon hier naartoe lopen. Attack. Ambo. D-witch. Hier ook niet, denk ik, hè? Nee. Kan met geen enkele, denk ik. Dan kan ik het best gewoon bij elkaar blijven, toch? Komen hier praten tegen mij? Oké, nice. Dan gaan we deze bitch allemaal even aanvallen. Try. Hey, cloud level 4. I expected as much. Nice. Ik kan net niet in de bosjes blijven daarvoor. Hoezo kan ze maar zo, kan ze hier dan niet naartoe lopen? Maar hier wel. Raar. Wacht. Wacht. Oh, dat kan ook niet. Oh, maar ik kan met hem wel hier naartoe. Yo? I can't believe I made it. Als je tips hebt, moet je het zeggen, hè? Dat dacht ik inderdaad wel. Dat is de master. Mm-hmm. Lots of plots.
Vuurtje sturen. Even kijken, waar zit... Oh, ze zit allemaal niet. Shall we dance? Hey, quick. Never underestimate an outsider. Nice. Amazing. Met hem kan ik nog een afstand iets doen. Nee, dat gaan we niet doen. As expected. Nice. If you say so. Beam? Hij is al Ignatius level 5, wat zo vlot. Ignatius, mijn mattie. Met hem kan ik range attacks doen. Wacht. Moet de bosjes uit, dat moet ik sowieso met heel veel. Dus ik kan met hem aanvallen. Maakt nog niet zoveel uit, ik sta ook weer ver uit in de meerderheid. Niet helemaal zoals ik dacht, maar dat is niet erg. Ik denk dat ik die gewoon aangevallen was. Lekker. I'm impressed. Ja, ik krijg het ook wel. Lekker Lorenz, level 4. Nope. Hoezo kan ik nu hier wel naartoe? Ik kan nu met haar wel hier naartoe, of niet? Ah. Oh, dan blijf ik in het bos met de wilde dieren. Level 2 voor Raphaël, wat vlot. Ha, lekker Ignat. Als ik hem kill, dan is het gewoon af, toch? Nice. En nice. Raphaël is de MVP. Lekker bezig, Raphaël. Zo gebruik je toch nog best wel iedereen. Dat is wel leuk dat ze dan zo eentje doen waar iedereen mee gebruikt. Ja. Had je gepoisoned raken? Dat kan ja. Dat krijg je dus door Gambit. Oké.
Dat is leuk. Oh nee, manual, ja. Ja. Oh, je kan group task niet nog een keer doen. Ja, wel. Oké. Okay. Maar hij staat in principe als je nu begint met lecture, dan doet hij weer dezelfde group task als ik. Oké, let's go. Dus nu moet ik de andere mensen gaan. Ja, omdat je niet hebt kunnen koken en exploren. Ja, oké, dan moet ik eerst even doelen gaan kijken. Ik wil Listeria wel even doen. Listeria wil magie en vlaggetje. Wat is vlaggetje voor skill eigenlijk? Authority, ja. Yeah. Goed. Okay. Ja, inderdaad. Lekker. I've got a grasp on this. Oké. Okay. Dat is één. Ja. Leonie. Wat wil Leonie? Leonie wil prik en bow. Ik kan hem trouwens hier gewoon zien als er van die pijltjes op bij staan. Toch? Hey, it's perfect. No nice. I'm getting the hang of no problem. Die was ook perfect, of niet? I'm getting it. Krijg je dan ook meer XP? Ja. Yeah. Okay. Nou, Rafael ook. Die wil vuist en X. Of ja, vuist en X. Rafael, daar ben ik aan. Oké, okay, group tasks. Doe gewoon die kijken. Oh, daar wordt niemand blij van. Oh, hier Marianne en Cloud. Toch? Execute. En dan begin a lecture. Wat is dat? Oh. Saint McCool's Day is today. Yes. Wij willen wel participeren hoor. Ja, ik krijg ook een van. Oh, we gaan bidden, dat wil ik niet. What's the point of singing practice? It's not going to make me stronger. There's someone who's slightly oh, off. Nee. Oh well, that adds some color, I suppose. Okay. Professor level had hij nog wel omhoog. Is dan A plus het hoogst of zo? Nee, S. Oh, super tier. Curious how Leonie is doing. Go for a visit. Altijd. Tuurlijk. Oh, professor, are you training too? I was just about to finish up, but if you want to join in, I can stick around a while longer. Ja hoor. You don't have to stay just for me, or I might be here for a while. Oh no, it's fine. Just do your thing. Don't mind me. Come on, don't be shy. Okay. Vechtie. I'm beat, but we're finally done. Thanks, Leonie. I was already training when you got here, and I finished right alongside you. Guess I outlasted you, huh? Speak for yourself. I'm always looking to improve. By the way, Professor, something I wanted to ask. Wat wil je zeggen? Are you really Captain Gerald's kid? That's a pretty detached tone to take about your own family. What's your opinion of him, then? You must look up to him, at least.
It doesn't sound like you really appreciate him. You didn't even know until you came here that he used to lead the Knights of Seros, did you? If it weren't for him, you wouldn't be half the person you are now. You probably never even thought about how lucky you are. Oh, okay, this really bothers me. Listen up. I don't care if you're the teacher and I'm the student. I'm going to outshine you. What is this for? I know you were some famous mercenary before you came here, but let me tell you something. I'm going to be better than you ever were. In fact, I'll surpass you in no time at all. So don't blink. You might miss it. Wat? Waar komt dat opeens vandaan? Had je ook zo'n vuile bit? Ja. Nou, ik had een dude die gewoon, zeg maar... Dat was wel een van mijn beste. Maar die was gewoon altijd, zeg maar, een beetje boos. Oké. Okay. Felix. Cloud, would like to speak to you. Wel ja, laten we nog meer spreken. Hey, Teach. I see you're as stony-faced as usual. Oh, sorry. I really didn't mean to be rude. I just find you fascinating. Ik ben ook wel fascinerend. Actually, there's something I'd like to talk to you about. Can you spare some time? Sure. That's just the sort of attitude I'd expect from a new teacher. Speaking of, before you came here, you were a mercenary, right? Always getting your hands dirty on the battlefield and whatnot. It's a bit unusual that you suddenly decided to become a teacher one day. In any case, I've been meaning to ask. Did your father teach you how to fight? Yes, he did. I figured. Your father used to lead the knights, didn't he? And I hear he was a legendary mercenary as well. It must have been hard on your mother when you followed in your father's footsteps and became a mercenary too. That is sad. I see. I suppose you grew up moving from battlefield to battlefield with your father then. You know, for someone who's right around the same age as me, you certainly have an unusual amount of composure. I guess it's only natural that you'd be different from young nobles who grew up in the lap of luxury. Dat klopt, ja. Dat kan ik niet kiezen, dat klopt, ja, dat is jammer. So, I am heir to House Reek, the leading family of the Alliance. But I didn't exactly grow up in luxury, like most people of noble blood. Yeah. Hey, maybe that's why you and I get along so well. Folks like us should stick together. As house leader, I'll do all I can to help you out. Nou, dat vind ik fijn. By making time for more little chats like this. Gezellig. Beter dan met die bitch die ik net aan het praten was. Wow, joh, hij is meteen full happy weer. Dat is wel nice. Dan hoef ik niet per se voor hem te koken. Toch? Let's just get through this. Wow, joh. Gewoon draken, what the fuck? Ik vind haar een beetje, die Marianne, die is een beetje zo'n saai persoon. Wat? Nee. Blauw, blauw. What you? I see. It's all making sense now. That's more. Now I see the heart of it. I think I get it now. I've got a grasp on this. What yo? I think it's coming along. Huh. I'm actually pretty good at this. Oké. Okay. De Leonie mag ik echt niet nu. We zijn aan het eind van de aflevering, maar toch wil ik wel. Ja, gaan we de volgende aflevering doen. Even kijken. De volgende aflevering is Seminar. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. En niemand heeft enig idee wat er moet gebeuren. In ieder geval, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vind je het nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie je graag bij de volgende aflevering van Fire Emblem. Tot de volgende keer. Adios. Amigos.